Goedemorgen, het is vrijdag en wij zijn wakker in Jamaica. En wij zijn hier ultiem aan het genieten van heerlijk Runaway Bay en alles eromheen. En we gaan vandaag naar de Martha Brea. En Martha Brea is ook een van onze favoriete dingen hier. We doen alleen maar dingen die we leuk vinden. Maar Martha Brea is heel cool. Daar kan je zeg maar met een soort van bamboevlot overheen. En dat is echt ultiem relaxation. Ultiem genot, ultieme rust. Als je dit mee hebt gemaakt, het is zeg maar het meest kalmerende, zachte moment wat je ooit gaat meemaken. Het is echt bizar. Het is heel bijzonder. Wij gaan dat vandaag doen. Om 10 uur is onze taxichauffeur. Ja, het is nu 9:10 en ik heb gedoucht en klaargemaakt alles. Dus we hoeven nu nog gaan douchen. En dan gaan we heel veel ontbijten. En dan zien we Nina en Kelzo. En dan gaan we dus naar Martha Brea. Yay, superleuk. En ik neem jullie uiteraard mee. Dus, let's go. Dit is wat ik vandaag aan heb. Dit t-shirt en dit zwarte broekje en mijn slippers. Ik kies ervoor om in Jamaica gewoon echt heel simpel gekleed te gaan. Omdat ik dat gewoon comfortabel vind. Maar ook gewoon, weet je wat ik aan begin zei, wees verstandig met dit soort dingen. Geniet je dure spullen aandoen en dure sieraden en zo. Want ja, weet je. Dat. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ik ben nu al een week zonder wifi trouwens. Zonder internet. Enjoying it a lot. Het is echt top om even te detoxen. Ja, ik vind het echt heel fijn. Ik ga het iedereen aanraden. Je hoeft echt niet per se vlogger of zo te zijn. Zo, het is heel donker ineens. Om zoiets te doen hoor. Gewoon een weekje niks. Niet je mobiel gebruiken. Niks. Ik heb misschien 3 sms'jes of zo gestuurd. Omdat iemand mij wat stuurde en dat ik daarop reageerde. Maar dat zit. Maar ja, dat werkt dus ook niet altijd even goed. Dus ja, het is wel chill. Ik kan het iedereen aanraden. Daar is Jimmy, onze chauffeur. Hij is zo lief. Oh, ga je voorzitten? Ik ben bruin voor mijn doen. 10. Nee! Aga. Aga, zetje. Insta dude. Kijk, zo gaat dat. Dat is dope. Nien, wil je niet voor een roze muurtje? Jawel, wel. Hier, bamboe, waar het wordt gemaakt. Oh, so pretty. Oh, yes, my fave. Thank you. Oh, lekker lemongrass. Dit is zo lekker, French thyme. Peppermint, marijuana. Kijk, alles hier is gewoon gepakt. Ja, hier is een klein mini met spoedje. Daar gaan we. Nina en Kel gaan daar zo. Genieten. Genieten. Yes. Kijk, het water komt er gewoon overheen, hè. Je wilt toch ook eens zwemmen? Ja, heel graag. Oh, dit is zo lekker. Ah, lekker. En een soort van ASMR dit. Vind je niet? Ja. Nee, ik doe niet een ASMR. Dit is gewoon super chill. Oké,
boom. Daar gewoon. Ja. Trumpetry? Kijk die kleine of die in. Ja. Ja, de big one. A lot of it is all inside. Really? Like the bamboo? Yeah, very close. It's have all spot. Oh. Pose up yourself, right? Yeah. We hebben gevraagd of hij bij Juicy Patties wil stoppen. En dat is zo vreselijk lekker. Yes. Daar is Juicy Patties. Juicy patties. Dat zijn pastijtjes. Ik hoop dat ze vegan pastijtjes hebben. Saf, of cheese patties. Ja, maar vegetable patty, cheese, beef shrimp, soy chicken. Hey, ze hebben ook ekkie. Ekkie patty. Dit zijn ze. Kijk. En. We gaan even naar de supermarkt. Ja. Thank you. Thank you, thank you. We gaan even dingen zien. Oh. Sour cream and onion. Muziek overal. We gaan naar het strandje. Yes, we gaan hier lekker zwemmen. Heerlijk. Dit is waar vooral lokale mensen zwemmen. Dit heet Flavor Beach. Dat was te chill. Volgens mij is in de zee gevallen ook. Dat was echt heel nice. Ik heb deze opgemaakt. Water Sweat Resistant. SPF 30. We zijn weer op ons resort. En die jongens hebben weer dansles. Die gast wil gewoon een clip met ze opnemen. Omdat ze zo goed dansen. Het is zo cute. Kijk. Ja. Maar ik ga heel veel ditje doen. Oh, die jongen die heeft gevraagd of hij naar werktijd met mee uit wilde. Dus super zin in. Maar ik moet even een tukje doen. Oké, ik heb even een heel klein dutje gedaan. En wij gaan zo eten. En dan fun hebben. Ik heb me net opgemaakt. Deze make-upje. Voelt ook wel bruiner, Benno. Ja. Oké, dan ga ik eten zo. Mijn haar zit nog een meter, maar... Door de zee. Meestal zit het mooier... Nou, oké. Het heeft wel wat. Meestal zit het wel mooier door de zee, maar... Korte haar is gewoon lastiger, als je het niet zelf doet. Outfit of the day. Of the night, eigenlijk. It's night outfit. Ja, I love dit jurkje. Wij gaan nu avondeten. Ja. Ja. Honger. Honger. 6:30 begint het buffet hier. Ja. Weet waarom? Omdat we alleen een paddy hebben gegeten. En normaal eten we best wel uitgebreid bij buffet hier. Ah. Ja. Maar je kan wel ook al honger. Ja, daarom. Dat we allemaal best wel minder hebben gegeten dan normaal hier. Ja. Even een algemene mededeling. We beginnen met Explode Kittens en ik win alweer. En gisteren... Wat? Ik denk dat we wel... 35 potjes hebben gespeeld en kijk hoe vaak ze al heeft laten weten dat zij heeft gewonnen. Zeker alle keren. Gisteren heb ik 3 keer gewonnen, heb ik niet gevlogd. Ze is sterren aan het kijken. Kijk, ik zie het. Ja, sterren kijken. Leuk. Beautiful. En we zijn weer op de camera. Ik ga de vlog afsluiten. Wel tussen. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.